Afgelopen dagen viel de meeste regen telkens tijdens de nacht en troffen we 's ochtends de regenplassen aan. Vandaag was het overdag prachtig weer om met de hond een wandeling te maken en te genieten van die mooie herfstkleuren. Maar ook voor vanavond en vannacht staat er weer regen op de planning. Er trekt namelijk een lage drukgebied over het zuiden van Engeland en over het kanaal. En daaromheen zit een vrij goed ontwikkeld windveld. Dus naast neerslag zullen we ook met veel wind te maken gaan krijgen. Nou, hoe ziet die neerslag er precies uit? Dat nadert vanuit het zuidwesten en in de loop van de avond zal het dus op steeds meer plaatsen gaan regenen. En ook tijdens de nacht regent het in vrijwel het hele land een tijd door. Vanuit het zuiden activeert die neerslag vervolgens weer eens af en toe wat buiig van karakter. Betekent dat het wat intensiever regent voor een bepaalde tijd. En in de loop van donderdag trekt dat dan geleidelijk weg naar het noorden. Maar we zien ook dan achter die regenzone nog wel wat losse buien ontstaan. En op vrijdag krult er om dat lage drukgebied heen ook nog weer een neerslagzone die vrijdag overdag mogelijk ook nog wel ons land kan bereiken. Nou, dan nog even naar de weersymbolen. Hoe ziet dat eruit? Vanavond op de meeste plaatsen nog droog met wat opklaringen. Temperatuur tussen 7 en 10 graden. Maar vanuit het zuiden, zuidwesten gaat het dus op steeds meer plaatsen regenen. En de wind neemt ook merkbaar in kracht toe. Boven land eerst nog matig, maar aan zee al een vrij krachtige of krachtige wind. Tijdens de nacht neemt die wind nog wat verder in kracht toe. Aan zee krachtig tot hard, boven land een stevige zuidoostenwind met 4 boven. Op veel plaatsen dus regen, bewolking en de temperatuur blijft een beetje zo tussen de 8 en 10 graden schommelen. Nou, ook morgen overdag dus zo'n onstuimig herfstachtig weertype. Veel wind, van tijd tot tijd regen. En dat trekt dan dus geleidelijk naar het noorden weg. Maar daarachter dus nog wel kans op een bui. En pas in de loop van de avond wordt het vanuit het zuiden geleidelijk droger. En tijdens de middag ligt de temperatuur zo tussen de 10 en 12 graden. Hoogste waarde dus in het zuiden als de zon daar nog even doorbreekt. Onstuimig weer dus met ook redelijk wat wind uit zuidoostelijke richting.